Hier in Middelburg woont en werkt iemand die erin slaagt om met zijn foto's Zeeland prachtig in beeld neer te zetten. Iedereen maakt wel eens een mooie foto, maar dit zijn ware kunstwerken. En vaak met Zeeland als onderwerp. We hebben een afspraak met Ruud Riemens. Ruud, hey, goedemiddag. Oh, je bent net de oude Jan aan het verplaatsen. De lange Hoi. Jan. Wow. Ja, daar kijk ik hele dagen op, hè, eigenlijk. Dat is een mooie bliksem. Ja, we kunnen maar treffen. Ja. Het leven van een grote haven heeft soms mazzeltjes nodig. Ja, anders blijf je nergens. Ja, zo, dat is wel Zeeuws, deze plaatjes. Ja, een paar boerinnen. Ja, mooie mevrouw. Met een verdwaalde boer op het einde. Ja. Die is de weg aan het zoeken, maar voor de rest ja, volgens mij zijn het toch hoofdzakelijk boerinnen, zeg maar. Volgens mij vindt hij hem wel. We hebben allemaal één voor één een Zeeuwse touch. Ja. Ja, Zeeuwse boerinnen, maar dan... Anders. Ja. Zoals iedereen ze bedenkt. Hè? Zoals ik ze misschien wel graag zou willen zien. Ja, dat klopt. Ja. Als jij zo'n bladzijde in de krant hebt, dan herken je jou uit duizenden. Ja. Dat is, ik vind het zwart-witwerk ook heel erg mooi. Die vind ik heel spannend. Mm-hmm. En ja, dat herken je overal uit. En dat is altijd het Zeeuwse landschap. Ja, voor die kranten zo was het altijd het Zeeuwse landschap. En die maak ik ook veel, zeg maar. Dus dat Zeeland, ja, dat heeft al een hele grote... beslaat al een heel groot deel van mijn werk, zeg maar. Omdat ik natuurlijk hier ook geboren ben, hier woon, hier leef. En ja, hier graag ook in de rondte kijken, zeg maar. Ja, dit is echt, kijk, je kunt hier wel foto's uit Parijs ophangen. Maar dit is toch echt, dit is ook een galerietje, daar verkoop ik af en toe een beetje beelden. En dat is ja, toch voor mijn Zeeuwse klandizie, zeg maar. En mensen die hier vroeger ooit vertrokken zijn. En dan toch weer heimwee hebben naar de zee en dan nog een beeldje aan de muur willen hebben. Ja, dat heb je wel veel, ja. Zeker. Ja, want dat zie je dus bij al deze, dat is allemaal Zeeland. En wat je me een keer verteld hebt, is dat je in je hoofd kennelijk een soort construct hebt dat je pas herkent als je dat landschap ziet. Ja, kijk, soms rij je al 30 of 40 keren ben je op dezelfde locatie of rij je ergens langs. En er is nooit iets wat je getriggerd heeft om daar uiteindelijk een beeld te maken. Maar uiteindelijk rij je daar misschien wel de 31ste keer langs. En staat het licht zo of heb je weersomstandigheden of lichtinval dat je denkt van zo, de mythes, dat ziet er goed uit. En ik denk altijd dat het een soort is dat ik eigenlijk in mijn hoofd, dat het eigenlijk, ja, het klinkt niet zo spannend, maar eigenlijk al gewoon min of meer bepaald is in mijn hoofd. Dus dat het latent aanwezig is. En als ik dan een beeld om mij heen zie wat, zeg maar, aan dat latent opgeslagen beeld voldoet, zeg maar, dat ik dan getriggerd raak en denk, ja, dat is een beeld dat me past, dat wil ik graag maken. Ja. Kijk, dat is een beeld. Nou, die locatie, daar ben ik echt misschien wel 100 keer geweest. Als kleine jongen kwam ik daar al, zeg maar. En waar was dat? Dat is, zeg maar, dat is het silhouet van Veren. Daar heb ik ook heel veel beelden van. Maar op een gegeven moment kwam ik daar. Ja, dit vond ik zelf prachtig, omdat eigenlijk de avond komt binnen. Weet je, het zwart, de zon gaat weg, de nacht komt binnen, zeg maar. Dat zijn dingen die mij wel bevallen. Een beetje, ja. Nacht en ontij, zeg maar. Daar hou ik van. Hier van jouw zwart-witwerk ben ik echt helemaal stuk. Nou ja, dit slaat alles, vind ik. Die vind ik echt prachtig. Zo op de rand van zee en land. Die maan erbij, nou, het is echt... daar heb je vast lang op moeten wachten. Nou, ik stond daar eigenlijk... dit is aan het einde van de Oostscheldekering. Je kijkt nu naar Westerschouwe. En ik was eigenlijk iets anders aan het fotograferen. En ik hield wel steeds dat... Want je zegt de maan, maar het is ondergaand zonnetje. Die hield ik wel in de gaten. Is het zon? Ja, dus die hield ik wel in de gaten. Maar op een gegeven moment zag ik daar een figuurtje... wat daar een beetje vreemd het water in en uit liep. En dacht ik, potverdorie, dat ziet er eigenlijk hartstikke goed uit. Dus dan heb ik omgedraaid, ander objectiefje erop... en dan heb ik dit gemaakt, zeg maar. Oké. En hij liep iedere keer voor de golven? Ik weet werkelijk niet wat hij aan het doen was. Op een gegeven moment ook verdwenen, dus ik heb er geen idee van. Ja, palen zijn natuurlijk ook onlosmakelijk aan Zeeland verbonden, zeg maar. Dus in die zin ook wel onmisbaar. Maar kijk, dit is ook zo'n paalhoofd, zeg maar. Ja. Kun je het een beetje zien? Mooi. Eigenlijk is het een soort tweeluik. Ja, prachtig. Met die flessen post. Ja, dat is heel mooi. Maar als ik nou die zwart-witte ernaast zet, dan vind ik dat spannender. Kijk, dit vind ik wel een mooi beeld bijvoorbeeld. Maar ja, dat is weer iets heel anders. Ik bedoel. Ja. Wel mooi. Ja, heb ik ooit gemaakt voor... Dat is Nigeria, denk ik. Ja, zie je. In Zeeland? Dat heb ik gemaakt voor de theatervoorstelling Odyssee. Dit was Avicii Odyssee, zeg maar.
Dit vind ik vakmanschap en humor. Dat vind ik echt, dat vind ik echt als dat samen kan gaan in een foto, vind ik dat fantastisch. Een zonnend paardje, zeg maar. Ja, dat is echt heel erg leuk. En toch een soort kleine territoriumje gemaakt, weet je? Ja, maar dat doen hondjes ook. Hè. Die draaien eerst allemaal rondjes en dan gaan ze pas liggen. Ja, misschien zijn ze hier eerder wel begonnen. Ja. Hè, maar was de kant niet goed, dus ik denk, we gaan toch daar naartoe. Volgens mij kunnen we hier eerst naar boven. Nou zijn we aangeland op een plek. Daar kom ik dus eigenlijk regelmatig. In alle seizoenen, alle windrichtingen, alle lichtomstandigheden. En daar dienen zich eigenlijk altijd nieuwe beelden aan. Dat is het weggetje, zeg maar, waar we langs rijden. Dit is van de overkant, vanaf het water. Het boomdijkje. Dit is vanaf de overkant. Naar de torens toe? Het silhouetje. Ja, precies. Oh, Middelburg. Prachtig. Dan kijk je dus, dit is het beeld dat ik maak. Daar heb je het silhouet van Middelburg. In de zomer zwemmen hier, dat is bij het bunkertje, zwemmen hier kinderen in het water. Dan dient zich soms één keer een groter bootje aan. Dan komen al die kinderen op de kant. En ik stond daar ergens in een weggetje. Op afstand en ik gaf één grote brul. En ik zwaaide en ze begonnen allemaal te zwaaien. Nou, deze is top, hè? Kijk, dat is ook vanaf de overkant. Ja, joh. Dat is de Lange Jan in een mooie zwerm vogels. De Lange Jan in vogelvlucht. Ganzen, denk ik. Die vind ik echt fantastisch mooi. Dat je zo'n ogenblik treft. Weet je, Rude, ik vind dat jij Zeeland altijd vastlegt. Op de manier zoals het altijd, als ik niet in Zeeland ben, zoals het dan in mijn hoofd is. Met de dijken en de mist. Nou, dat is mooi. Ja, leuk om te horen, zeker. En voor mij ook altijd leuk om te maken. Dat geloof dus, ik hoop dat ik dat nog een tijdje vol kan houden. Ja, dat kan ik geloven. Ja. Dit is echt een ontzettend mooi plekje. Ja. Ik kan me voorstellen dat je hier vaak terugkomt. Ja, en het is niet het enige plekje. Ik bedoel, gelukkig zijn er nog een aantal in Zeeland.